Na twee succesvolle edities was het ook zaterdag weer één groot feest bij Festival Trapop. Zelfs de regen en wind gooiden gelukkig geen roet in het eten. Vandaag is hier het Trapop Festival. Dat is misschien wel het leukste festival, denk ik, van Den Helder. Vandaag vijf bandjes. Zangers, DJ's, voetbal vandaag. Het is natuurlijk het EK. En zo'n 1000 bezoekers. We zijn net begonnen met Danny van Tichelen. Misschien wel een van de beste muzikanten uit Den Helder. Daarna was Bark. Een country-achtige Americana-band. Vanavond hebben we Tom Haver nog. Milan, zanger Milan. En wie hebben we nog meer? Anyway, de band Anyway. Het evenement bleek een groot succes. De kaarten waren bijna helemaal uitverkocht deze editie. Ik denk dat we op 99,5% van de verkochte kaarten zaten. Je ziet toch dat veel mensen het weer afwachten. En ja, de voorspellingen waren niet helemaal super. Daarom ook het jasje natuurlijk. Maar uiteindelijk is het nu gezellig druk. En ik denk dat er straks nog veel meer mensen komen. We zijn eigenlijk al 3 dagen in de regen aan het opbouwen. En vandaag begon het ook met regen. Toen werd het even droog. En toen zette de wind wel behoorlijk aan. Maar tot nu toe is alles goed gegaan. We hebben wat doeken moeten losmaken en zorgen dat alles veilig was. En de voorspellingen zijn voor de rest van de dag goed. Het is nu, 5 uur. En de rest van de dag wordt het mooi weer. Dus tot 12 uur gaan we genieten van hopelijk een droge dag. Jij zit volgens mij zelf ook in een bandje. Ga je zelf ook nog optreden? Nou, wij zouden spelen, maar onze bassist heeft zijn elleboog gebroken. Gisteren. Dus helaas niet deze keer.